De medewerkers van de Economische Controledienst, ECD, worden dit jaar opgeleid tot buitengewoon agent van politie. Minister Reshma Kuldeep Singh van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie zei donderdag tijdens de begrotingsbehandeling in de Nationale Assemblée dat er landelijk maar 21 actieve ECD-medewerkers zijn die bevoegd zijn maatregelen te treffen. De bewindsvrouw ging in op de taken van ECD'ers. Er wordt door ons controleapparaat, de ECD, niet alleen gecontroleerd op prijzen, voorzitter, maar ook op de naleving van de vergunningsvoorwaarden, de prijsaanduiding van goederen, het gewicht van voorverpakte goederen, het gebruik van geëikte meetmiddelen voor de handelsdoeleinden en het tegengaan van smokkelpraktijken. Minister Kuldeep Singh gaf ook aan dat het ministerie in 2022 begonnen is met de promotie van basisgoederen. Naar haar zeggen is de promotie bedoeld om consumenten bewust te maken van de verschillende merken die betaalbaar zijn en niet onderdoen qua kwaliteit. Hiermee wordt eveneens beoogd om winkeliers bewust te maken om goederen rechtstreeks bij de importeurs af te nemen, wel of niet in clusterverband met andere winkeliers in de buurt, zodat de vele tussenschakels vermeden kunnen worden en hierdoor de prijzen betaalbaar zijn in de winkels. Dit traject willen wij continueren en naar aanleiding hiervan worden reeds gesprekken gevoerd met verschillende ondernemers. Op korte termijn zullen er grote veranderingen komen voor wat betreft schoon drinkwater in Henaar en Paradise in district Nikeri. Minister David Abiyamofo reageerde donderdag op vragen van enkele DNA-leden over de stand van zaken van het waterproject Henaar en Paradise. Drie bronnen waren geprojecteerd voor dit gebied, waarvan één al in productie is. De bewindsman merkt op dat de overige twee waterbronnen nog geboord moeten worden, waardoor de uitvoering van het project nu een vertraging doormaakt. Dit project, het feit dat het nog niet volledig is gerealiseerd, het heeft meer te maken met supply chain problemen. En het thans niet beschikbaar zijn van de boorinstallatie. En dat heeft te maken met andere verplichtingen van de boorinstallatie bij Staatsolie. Het benodigd materiaal is aangeschaft. De financiering is veiliggesteld. Dus het is geen kwestie van gebrek aan middelen. Maar vanwege eerder genoemde aspecten, voorzitter, die voor vertraging hebben gezorgd, zijn we thans ermee geconfronteerd dat de boorinstallatie op dit moment niet beschikbaar is. De bewindsman gaf aan dat in de tussentijd de gemeenschappen van Henaar en Paradise op een andere manier tegemoet gekomen zullen worden met drinkwater. Hij wijst erop dat er nu watertrucks worden ingezet voor het distribueren van drinkwater. Dit proces zal gecontinueerd worden totdat de twee waterbronnen geboord zijn.